Welkom iedereen. Goedenavond. Ik ben Joachim Drook, juridisch adviseur van Liantis. Ik ben de eerste gastspreker van deze avond. Ik ga jullie wegwijs maken in de pensioenwetgeving voor zelfstandigen. Niet alleen pensioenwetgeving, wanneer kan ik met pensioen gaan, maar ook toegelaten activiteit. Ik ga met pensioen en ik blijf verder werken. En na mijn stuk, dat vooral een uurtje in beslag zal nemen, komt Niels van Rijsselbergen van SBB Accountants aan het woord. En die gaat jullie wegwijs maken in een aantal boekhoudkundige en administratieve aandachtspunten als je je zelfstandige activiteit stopzet. Jullie kunnen vragen stellen in de chat. Ik ga proberen om na mijn stukje een aantal vragen te beantwoorden. Lukt het niet, weet dat wij per mail die vragen zullen beantwoorden. Dus als je geen antwoord krijgt in de chat, ga je wel per mail persoonlijk een antwoord krijgen op je gestelde vragen. Het kan zijn dat je persoonlijke vragen hebt over je persoonlijk dossier, kan je dat ook altijd per mail aan ons bezorgen. Ik ben juridisch adviseur bij Liantis. Wat is Liantis? Zeer kort, is een sociaal verzekeringsfonds. Dus jullie zijn allemaal zelfstandig. Jullie zijn aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en jullie betalen een sociale bijdrage. Ik ga jullie vandaag uitleggen hoe dat de pensioenregeling en de toegelaten activiteit van zelfstandigen in zijn werk gaat. Dat is zeer complexe materie. Ik ga dat proberen zo praktisch mogelijk uit te leggen. Ik ga proberen zoveel mogelijk voorbeelden te geven. Het is niet de bedoeling dat jullie zelf jullie pensioen gaan uitrekenen, maar dat jullie toch een aantal belangrijke begrippen leren kennen, al dan niet als jullie van plan zijn om met pensioen te kunnen gaan. Wat komt aan bod? Wanneer kan ik met pensioen gaan? Dat is een hamvraag. Wettelijke pensioenleeftijd ten opzichte van een vervoegd pensioen. Wat zijn de mogelijkheden? We gaan met pensioen. Ga ik het praktisch ook hebben over de aanvraag. Dat is zeer eenvoudig. Dan ga ik het ook hebben over de berekening van het pensioen. Het is zeer technische materie, maar ik ga jullie het principe proberen uit te leggen van het gewaarborgd minimumpensioen. Want momenteel hebben 90% van de zelfstandigen een gewaarborgd minimumpensioen. En ik ga jullie ook het principe uitleggen van een gezinspensioen en een alleenstaande pensioen. Zeer belangrijk, als jullie naar MyPension gaan, MyPension berekent alleen maar jullie alleenstaande pensioen. Dat is jullie eigen rustpensioen. Het kan zijn dat er mensen hier aanwezig toch recht zullen hebben op een gezinspensioen. Ik ga jullie dat principe proberen uit te leggen. Ook ga ik jullie uitleggen dat er vanaf dit jaar een belangrijke hervorming is doorgevoerd door de regering over de manier waarop dat het pensioen wordt berekend. Dat zal positief zijn voor zelfstandigen, maar dat gaat maar in vanaf dit jaar. Dus als jullie volgend jaar of binnen 3 jaar met pensioen gaan, zal die impact van die hervorming minder groot zijn. Die impact van die hervorming zal vooral zeer gunstig zijn voor jonge zelfstandigen. En dat zal ervoor zorgen dat pensioenbedragen van zelfstandigen zullen stijgen en dat minder zelfstandigen recht zullen hebben op een minimumpensioen, want ze gaan meer zelf pensioen gaan opbouwen. We gaan met pensioen, maar dat wil niet zeggen dat je moet stoppen met werken. Je kan zaakvoerder blijven, je kan vennoot blijven, je kan je eenmanszaak blijven behouden. Maar als je met pensioen gaat en je bent van plan om verder actief te blijven, dan ga ik het hebben over toegelaten activiteit. Ga ik proberen uit te leggen dat je zomaar niet onbeperkt mag verdienen in combinatie met je pensioen. Sommigen onder jullie zullen de inkomsten tijdelijk moeten beperken. Sommigen zullen al onmiddellijk onbeperkt mogen verdienen. En dan gaan we eindigen van met ik ga met pensioen. Ik blijf verder werken. Moet ik al dan nog niet sociale bijdrage betalen? Dat is een klassieke vraag die we krijgen. Dan ga ik eindigen met de bijdrageregeling. Dat is ook logisch. Als je gepensioneerd bent en je blijft verder werken, dat je sociale bijdrage blijft betalen. Als ik het straks ga hebben over beperkt verdienen, wat is het positieve daaraan? Dat je beperkt sociale bijdrage betaalt. Als je onbeperkt mag verdienen, wat is het negatieve daaraan? Dat je onbeperkt ook sociale bijdrage gaat betalen. Dus 1, we gaan met pensioen. 2, we gaan met pensioen, we blijven verder werken. Je mag gerust stoppen. 3, ik blijf verder werken, moet ik allereerst nog sociale bijdrage blijven betalen. Maar we beginnen bij het begin, de pensioendatum. Wanneer kan ik nu vervroegd met pensioen gaan? Dan ga ik het vooral hebben over vervroegd pensioen. Want er is een duidelijk verschil tussen een pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd of een vervroegd pensioen. Als je op pensioen gaat op je wettelijke pensioenleeftijd, 65, 66 of 67 jaar, daar zijn geen voorwaarden aan gekoppeld. Dus als ik 1 jaar werk in België, 10 jaar, 30 jaar, 40 jaar in België, op mijn wettelijke pensioenleeftijd heb ik altijd recht op een pensioen. Het is alleen als je vervroegd met pensioen gaat, dat je gaat moeten genoeg aantal jaren werken moeten kunnen aantonen. En wij spreken van een loopbaanvoorwaarde. Dus alleen als je vervroegd met pensioen gaat, ga je
de nodige loopbaanvoorwaarden moeten kunnen aantonen. Wettelijke pensioenleeftijd in België, moet nu iedereen werken tot de leeftijd van 65 jaar of 67 jaar? Er bestaan enorm veel misverstanden over. Maar uw wettelijke pensioenleeftijd wordt bepaald in functie van uw geboortedatum. Dus iedereen die geboren is voor 60, de laatste 31 december 1959, is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Iedereen die geboren is tussen de leeftijd van 60 en 63, of geboortejaar 1960-63, is de wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar. Dus iedereen die geboren is 64 en later, is de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar. Dus ik hoop dat duidelijk is dat niet bij iedereen de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar is. In functie van uw geboortedatum wordt de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken van 65 naar 67 jaar. MyPension geeft ook die datum. Dus als je naar MyPension gaat, krijg je altijd het pensioenbedrag en de ingangsdatum op je wettelijke pensioenleeftijd. Op je wettelijke pensioenleeftijd heb je altijd recht op een pensioenbedrag, omdat daar geen loopbaanvoorwaarde is aan gekoppeld. Als je voor je wettelijke pensioenleeftijd op pensioen wenst te gaan, daar is wel een loopbaanvoorwaarde aan gekoppeld en dan ga je genoeg jaren moeten kunnen aantonen om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Dus ga je vervroegd met pensioen, dan ga je moeten voldoen aan de loopbaanvoorwaarden, ga je een bepaalde leeftijd moeten hebben, maar ga je vooral genoeg jaren, aantal jaren, gewerkte jaren of gelijkgestelde jaren moeten aantonen. Dus vervroegd pensioen is maar mogelijk als je voldoet aan de lengte van de loopbaan. En in principe is dat zeer eenvoudig. Dus deze wetgeving is van toepassing in de privésector, is zowel van toepassing voor werknemers, zelfstandigen, ook voor ambtenaren, maar ambtenaren is een uitzondering. Maar wanneer kan je als zelfstandige of werknemer vervroegd met pensioen? Op de leeftijd van 60 jaar, dus voor je wettelijke pensioenleeftijd. Je kan nooit voor je 60ste met pensioen gaan. Op je 60ste, als je 44 loopbaanjaren hebt gewerkt. Dus in principe wil dat zeggen dat je bent beginnen werken op je 16 jaar. Je kan op je 61ste vervroegd met pensioen als je een loopbaan hebt van 43 jaar. En je kan op je 63ste met pensioen als je een loopbaan hebt van 42 jaar. Dus in feite zijn die regels zeer eenvoudig. Als iemand aan mij vraagt wanneer kan ik met pensioen, 60-44 zal niet meer mogelijk zijn vaak, 61-43, 63-42. Dus als iemand bij mij komt, dan ga ik vaak altijd gaan kijken wanneer bereikt die zelfstandige 42 loopbaanjaren. Want als je 42 loopbaanjaren kunt aantonen, zal je nog altijd vervroegd met pensioen kunnen gaan. Zal je niet moeten werken tot aan je wettelijke pensioenleeftijd, maar zal je nog altijd vervroegd met pensioen kunnen gaan, maar ten vroegste van de leeftijd van 63 jaar. Dus iemand kan dit jaar 63 jaar worden, maar hij heeft maar 41 loopbaanjaren. Dat wil zeggen dat hij niet vervroegd met pensioen kan gaan. Hij heeft wel de leeftijd, maar hij heeft niet genoeg jaren. Dan zal hij maar volgend jaar vervroegd met pensioen kunnen gaan. Omdat hij volgend jaar maar voldoet aan de voorwaarden 63, is misschien al 64 jaar, en 42 loopbaanjaar. Dus 60-44 wordt moeilijk, 61-43, 63-42 loopbaanjaar. Dus dat is het basisprincipe. Maar er zijn twee uitzonderingen. Ben je geboren voor 58, dan kan je nog altijd vroeger met pensioen. En dan maken wij een onderscheid. Iemand die geboren is voor 56, maar dat mag je van mij gerust vergeten, want die worden dit jaar 65. Maar als je geboren bent in 56 en 57, die kunnen vaak één jaartje vroeger met pensioen ten opzichte van iemand die geboren is in 58 en later. We hebben daar juist gezien dat je op pensioen kunt gaan op je 60ste 44, 61, 43, 63, 42. Ben je geboren in 56 en 57, is het niet 63, 42, maar is het 63, 41. Je moet één jaartje minder werken ten opzichte van iemand die geboren is 58 en later. Of is het ook niet 63-42, maar 62-42. Dus je hoeft maar een jaartje jonger te zijn. Dus het wordt een beetje moeilijk. Maar je ziet, pensioen is individueel. Iemand die geboren is in 56 en 57, die kan profiteren van een gunstige maatregel. Dan is het niet 63-42, maar is het 63-41 of 62-42. Dus ik ben geboren in 57. Mijn broer is geboren in 58. We hebben dezelfde beroepsloopbaan. Ik zal één jaar vroeger met pensioen kunnen gaan ten opzichte van mijn broer. Niet die gestaan, maar we dezelfde loopbaan hebben.
is mijn voorwaarde om vervroegd met pensioen te kunnen gaan gunstiger ten opzichte van iemand die geboren is 58 en later. Dus iemand die de sessie meevolgt, die geboren is in 56 en 57, is die regel van toepassing. Iedereen die geboren is en die de sessie meevolgt 58 en later, is het zeer eenvoudig, zijn het die drie regels. 60-44, 61-43, 63-42. Dus iemand kan 61 jaar worden dit jaar, maar kan maar 42 loopbaanjaren aantonen. Dus hij heeft een jaartje tekort, dan zal hij maar volgend jaar met pensioen kunnen gaan, omdat hij maar volgend jaar voldoet aan de voorwaarden van 61 en 43. Hij zal inmiddels al 62 zijn. Maar dit jaar heeft hij een jaar tekort, dus hij zal maar vervroegd met pensioen kunnen gaan het jaar erop volgend. Hè. Dus zeer eenvoudig, 58 en later, is dat in principe deze drie regels. Ik ga onmiddellijk uitleggen wat wij verstaan onder loopbaanjaren. Zijn dat volle jaren als werknemer? Zijn dat vier kwartalen als zelfstandige? Ik ga straks uitleggen dat dat zeer soepel is. Dat je geen volledig jaar moet werken om een kalenderjaar te laten meetellen als loopbaanjaar. Dus in feite spreken we niet van 44 volle jaren. Ik ga straks uitleggen wat wij verstaan onder een loopbaanjaar. Dus 56, 57 hebben geluk, 58 de drie basisregels. Wat verstaan we nu onder loopbaanjaar? En dat is wel belangrijk. Wanneer telt een kalenderjaar mee als loopbaanjaar? Want je hebt jaren nodig om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Iemand kan wel tegen mij zeggen van kijk, ik ben beginnen werken op mijn 16 jaar, maar dat wil niet zeggen dat die periode meetelt voor het pensioen. Wanneer telt een kalenderjaar mee als zelfstandige? Als je twee kwartalen hebt betaald in hoofdberoep of als meewerkende echtgenote maxistatuut in dat kalenderjaar. Dus als ik spreek over 43 loopbaanjaren of 42 loopbaanjaren, zijn dat 43 loopbaanjaren waar je minstens twee kwartalen hebt betaald. Dus 43 of 42 loopbaanjaren is in principe 41 loopbaanjaren plus twee kwartalen. Veel zelfstandigen kunnen vervroegd met pensioen gaan op 1 juli van een kalenderjaar. Mensen begrijpen dat niet. Ik ben van mei of ik ben van december, maar ik kan vervroegd op pensioen gaan op 1 juli. Als je in een kalenderjaar twee kwartalen betaalt, telt dat jaar mee als loopbaanjaar, waardoor je misschien vervroegd met pensioen kunt gaan op 1 juli. Veel mensen denken dat je volle jaren moet werken om met pensioen te kunnen gaan. Nee, twee kwartalen is voldoende. Natuurlijk, als je een volledig jaar zelfstandig bent, dan moet je natuurlijk vier kwartalen betalen. Hè? Je mag niet zeggen, ik betaal er maar twee. Maar twee kwartalen is voldoende. Ik geef een voorbeeld. Ik ben beginnen werken als zelfstandige in 78. In het derde kwartaal van 78. Ik heb in 78 twee kwartalen betaald. Dat telt mee als loopbaanjaar. Mijn broer is gestart in het vierde kwartaal van 78 als zelfstandige. In 78 heeft hij maar één kwartaal betaald. Dat jaar telt niet mee als loopbaanjaar. Telt wel mee voor de berekening. Dus twee kwartalen volstaat. Veel zelfstandigen kunnen vervroegd met pensioen op 1 juli. Straks ga ik dat uitleggen met een voorbeeld. Als werknemer of ambtenaar, dus we hebben veel mensen met een gemengde loopbaan. Ik ben eerst 20 jaar werknemer geweest, ik ben nu zelfstandig. Alle jaren tellen mee om aan je loopbaanvoorwaarden te komen. Ook jaren in het buitenland. Je ziet daar staan 1/3 de werkstelling als werknemer of ambtenaar. Dat komt overeen, dat is technisch, met 104 voltijdse dagen. Dus als je naar bij pension gaat en je bent nog werknemer geweest of ambtenaar, dan moet je kijken per kalenderjaar of je aan 104 dagen gewerkt of gelijkgesteld komt. Is dat het geval, telt dat jaar mee als loopbaanjaar. Ik geef een voorbeeld. Iemand is beginnen werken in 78 als arbeider of bediende. Op my pension staat er 100 dagen vermeld. Dan telt dat jaar niet mee als loopbaanjaar, wel voor de berekening. Iemand die beginnen werken is in 78 en daar staan 150 dagen. Is meer dan 104 dagen, dat jaar telt mee. Dus iemand kan 42 jaar werken als werknemer, maar dat wil niet zeggen dat hij 42 jaar meetelt. Want als iemand bijvoorbeeld in 85 door omstandigheden maar 9 dagen heeft gewerkt, en geen 104 dagen, dan telt dat jaar mee als loopbaanjaar. Dus veel werknemers die voltijds werken, die kunnen vaak vervroegd met pensioen op 1 mei van een kalenderjaar, omdat je op 1 mei van een bepaald kalenderjaar aan je 104 dagen komt. Die 104 dagen, ik wil dat niet te moeilijk maken, dat wordt uitgedrukt in een 6-dagen-week. Dus die 104 dagen bereik je op 1 mei. Als je deeltijds werkt als werknemer of halftijds, bereik je maar die 104 dagen later op een bepaald kalenderjaar. Dus dat is zeer belangrijk. 104 dagen als werknemer of ambtenaar.
twee kwartalen als zelfstandige. Dus als zelfstandige kan je vaak vervoegd met pensioen. 42 loopbaarjaren is 41 plus twee kwartalen. 43 loopbaarjaren is 43 plus twee kwartalen. Dus vaak kan je vervoegd met pensioen op 1 juli van een bepaald kalenderjaar. Studiejaren, ga ik straks kort over zijn, tellen niets mee. Leiden nooit tot vervoegd pensioen. Kan of kon uw pensioenbedrag verhogen. Voor de mannen die meevolgen, militaire dienst stelt u wel mee. Kan belangrijk zijn. 1 jaar kan ervoor zorgen dat je vervoegd met pensioen kan gaan. Normaal gezien, als je na je militaire dienst werknemer bent geworden, zit die periode al in my pension. Maar als je heel je leven zelfstandig bent geweest, of na je militaire dienst ben je zelfstandig geworden, kan het zijn dat die periode niet in my pension zit, waardoor dat my pension daar geen rekening mee houdt, waardoor dat je misschien een andere datum krijgt om vervoegd met pensioen te kunnen gaan. Ga naar my pension. Heb je je militaire dienst gedaan? Zit die periode daar niet in, dan moet je dat melden. Want 1 jaar of 2 kwartalen kan leiden tot vervoegd pensioen. Ook voor jaren gewerkt in het buitenland. Nederland, Frankrijk of landen, Europa. 1 of 2 jaar, die jaren tellen mee om aan je 42 of 43 jaar te komen. Dus die jaren zitten vaak niet in my pension. Dus leidt dat vaak op een andere datum. Je moet dat melden. Dan kan de pensioenist daar rekening mee houden en dat kan een positief effect hebben op de ingangsdatum van je pensioen. Dus een voorbeeldje. René is geboren in 60, start in 82 als werknemer, voltijds, 104, zelfs meer dan 104 dagen, 312 dagen. In 92 switchte naar zelfstandig in de hoofdberoep. Opgepast, ik heb gezegd, 104 dagen is een kalenderjaar, 2 kwartalen is een kalenderjaar als zelfstandige. Iemand die gedurende een kalenderjaar wijzigt van statuut. In 92 heeft hij 104 voltijdse dagen. Heeft hij ook 2 kwartalen betaald in hoofdberoep. 1 kalenderjaar kan maar 1 keer meetellen als loopbaanjaar. Anders zou ik 20 jaar de 2 kunnen cumuleren en aan het 40 jaar komen. Dus 92 telt maar 1 keer mee als loopbaanjaar, maar telt wel dubbel voor de berekening. Dus hij is van 60. Hij wordt 63 jaar in mei. Dus in feite een pensioen gaat in de maand volgend op een verjaardag. Hij vraagt zijn pensioen aan op 1 juli 2023. En wat zegt de pensioendienst? Zal negatief bericht hebben voor René, want hij komt aan 41 loopbaarjaren. Hij komt aan 11 jaar werknemer, plus 30 jaar zelfstandig. Om op je 63ste met pensioen te kunnen gaan, moet je aan 42 loopbaarjaren komen. Dus René bereikt eind 22 40 jaar gemengd. Maar als je op 1 juli wenst te gaan, dan zal dat een negatieve beslissing volgen, omdat je maar 1 kwartaal heeft betaald. Ik heb gezegd, 2 kwartalen tellen mee als loopbaanjaar. Dus René zal niet op 1 juni met pensioen kunnen gaan, maar zal maar vroeg met pensioen kunnen gaan op 1 juli. Omdat hij op 1 juli, een maand later, voldoet aan beide voorwaarden, 63, dat is geen probleem, maar 42 loopbaanjaar. Dus het is nu geen ramp, het is een maand later dat hij met pensioen kan gaan, maar veel mensen vragen hun pensioen aan. Ze hebben de leeftijd is geen probleem, maar het is vooral de loopbaanvoorwaarden. En op 1 juli van een kalenderjaar bereik je een loopbaanjaar. Dus hier kan René op pensioen gaan op 1 juli 2023. Veel zelfstandigen begrijpen dat niet. En ik begrijp dat. Ik ben van december of ik ben van januari. Ik ga de maand volgend op mijn verjaardag met pensioen. Maar plots zegt my pension, ik kan op 1 juli van een bepaald kalenderjaar met pensioen gaan. Dat heeft te maken dat je pas met pensioen kan gaan op 1 juli, omdat je 2 kwartalen betaalt en 2 kwartalen is een loopbaanjaar. Dus kortom, wettelijke pensioenleeftijd is niet voor iedereen 67, maar 65, 66, 67 in functie van uw geboortedatum. Vervroegd pensioen is nog altijd mogelijk en zeer eenvoudig uitgelegd. Kan je nog altijd vervroegd met pensioen gaan als je 42 loopbaanjaren hebt aangetoond. Maar dat zou maar te vroegste mogelijk zijn vanaf de leeftijd van 63 jaar. Tenzij dat je geboren bent voor 58, dus in 57 en in 56, is het niet 63-42, maar is het 63-41. En is het niet 63-42, maar 62-42. Dus die hebben geluk. Die moeten of mogen 1 jaar jonger zijn of moeten 1 jaar minder werken om vervoegd met pensioen te kunnen gaan. My pension past dat automatisch toe. Dus je gaat naar My Pension, je krijgt je wettelijke pensioenleeftijdsbedrag. Hopelijk krijg je een vervroegde ingangsdatum. My Pension gaat gaan controleren of je aan de loopbaanvoorwaarden voldoet om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Dus
We leven in COVID-tijden. Hè. Veel zelfstandigen kunnen de bijdrage niet betalen. En terecht is er uitstel van betaling mogelijk, is er vrijstelling mogelijk. Niet panikeren, maar MyPension houdt daar geen rekening mee. Dus als je uitstel van betaling vraagt, en daar heb je recht op, hè, dan beschouwt MyPension je als een slechte betaler. Dus MyPension krijgt geen betalingen binnen. Dus wat zegt MyPension? Je hebt niet betaald, je kan maar met pensioen gaan op je wettelijke pensioenleeftijd. Natuurlijk, als zelfstandig kan je nu uitstel van betaling vragen. Als je uiteindelijk die kwartalen betaalt, zal je wel vervroegd met pensioen kunnen gaan. Dus MyPension houdt enkel maar rekening met de laatst gekende periode. Dus soms kan het zijn, want die gegevens, daar zit wat vertraging op, dat de werkelijkheid niet overeenkomt met de gegevens in MyPension. En dat kan een invloed hebben op de ingangsdatum, zeker met vervroegde pensionering. Dus uitstel van betaling, opgepast bij vrijstelling van betaling. Dus een zelfstandige kan u in coronatijden vrijstelling vragen van bijdrage. Maar als je vrijstelling vraagt, dan tellen die kwartalen niet mee voor je pensioen. Dus als je voor 4 kwartalen de vrijstelling vraagt, dan heb je een probleem. Want ik heb daar juist gezegd, als je 2 kwartalen betaalt, dan telt dat loopbaanjaar mee als, of dat telt het kalenderjaar mee als loopbaanjaar. Dus je mag van mij voor 2 kwartalen de vrijstelling vragen, maar dan moet je voor 2 kwartalen de bijdrage betalen. Want 2 kwartalen zorgt ervoor dat het jaar meetelt als loopbaanjaar. Dus zelfstandigen die voor 3 kwartalen of 4 kwartalen de vrijstelling hebben gevraagd, die kunnen in de problemen komen, hè, want dat wil zeggen dat dat kalenderjaar niet meetelt als loopbaanjaar, dat je een jaar langer gaat moeten werken om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Dus heb je vrijstelling gevraagd van bijdrage, informeer een keer bij het Sociaal Verzekeringsfonds wat de impact is op de ingangsdatum van je pensioen. Je kan het nog altijd gaan rechtzetten. Dus ik hoop dat duidelijk is, dat je ziet van kijk, wanneer kan ik vervroegd met pensioen, en dat je zomaar niet vervroegd met pensioen kan gaan. Dat je moet voldoen aan de loopbaanvoorwaarden, je gaat genoeg aantal loopbaanjaren moeten kunnen aantonen. 2 kwartalen is een loopbaanjaar, 104 voltijdse dagen is een loopbaanjaar. Ik ben 60 jaar, ik ben heel mijn leven zelfstandig geweest, ik verkoop mijn zaak. Ik kan nog ergens gaan werken. Moet ik voltijds gaan werken om verder pensioen op te bouwen? Nee. Je moet zien dat je per kalenderjaar aan 104 voltijdse dagen komt. Waar vind je die informatie? En straks ook de aanvraag naar mypension.be. Vorige week waren er zware problemen met MyPension. Konden wij niet inloggen. Iedereen probeerde zijn corona-attest te downloaden voor op reis te gaan, met alle gevolgen van dien. Dat we niet konden inloggen op andere sites van de overheid. Maar wens je informatie, ga naar MyPension. Is het portaal van de overheid. Daar kan je zien of je vervroegd al dan niet met pensioen kunt gaan en wat het bedrag is. Natuurlijk, als je inlogt, heb je je identiteitskaart nodig, je pincode. Belangrijk dat je je pincode kent, dus die brief. Of via de app It's Me. En dan kom je in MyPension. MyPension is zeer interessant, daar vind je alle informatie terug. Wettelijke pensioenleeftijd, bedrag, vroegst mogelijke datum. Je krijgt ook een overzicht van je loopbaan. Je kan het ontbreken van gegevens gaan melden. Dat is belangrijk. Hè? Je kan ook gaan kijken hoeveel loopbaanjaren heb ik. Hè? Je kan er zelf gaan simuleren. Ik wil niet op die datum met pensioen gaan, maar ik wil een datum later stoppen met pensioen gaan. Dan ga je de impact zien op het bedrag. Of als je zegt van kijk, ik heb geen zin om te werken tot die datum. Stel dat ik die datum zou stoppen. Wat zal de impact zijn op mijn bedrag? Belangrijk. Vaak zal je pensioenrechten moeten blijven opbouwen tot die datum om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Dus als je vroeger stopt dan de ingangsdatum van je pensioen, dan moeten we gaan kijken, of dan moet je wel verder pensioenrechten gaan opbouwen om ten einde vervroegd met pensioen te kunnen gaan. En dat gaan we straks zien. Als je vroeger stopt voor je wettelijke pensioenleeftijd, wat de mogelijkheden zijn, en er zijn nog mogelijkheden om te blijven verder te betalen voor je pensioen, om al dan niet vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Dus ga naar MyPension, zeer interessant, ook mijn dossier. Daar kan je chronologisch je pensioendossier gaan opvolgen. Wekelijks krijg ik telefoon van mensen van ik heb 2 maanden geleden mijn pensioen aangevraagd, ik heb geen beslissing ontvangen. Je gaat naar mijn dossier, daar zie je afgehandeld in behandeling. Dus je kan chronologisch je dossier gaan opvolgen. Ook de documenten die de pensioenist heeft doorgestuurd, kan je erin terugvinden. Je kan ook vragen stellen via de MyPension. Dus MyPension is zeer interessant, aarzel niet om naar MyPension te gaan. En je kan ook vragen stellen naar de pensioendienst via MyPension. Dus ik heb het vandaag over het rustpensioen, vervroegd pensioen, maar ik wil toch
kort, zeker voor de mensen die een vennootschap hebben, die een groepsverzekering hebben, een IPT. Want vervroegd pensioen kan een impact hebben op je tweede pijler, op je groepsverzekering. Dus de wetgeving is gewijzigd. Als je nu vervroegd met pensioen gaat, ben je verplicht om ook je tweede pijler op te nemen. Het wordt uitbetaald en je kan geen stortingen meer doen. Maar vervroegd pensioen kan ertoe leiden dat je een hogere belasting gaat moeten betalen op je groepsverzekering. Want als je niet vervroegd met pensioen gaat, dus op je wettelijke pensioenleeftijd 65, 66, 67, dan wordt er altijd 10% ingehouden op je kapitaal. Dus als je niet vervroegd met pensioen gaat, wordt er 10% ingehouden op je kapitaal. Maar als je voor je wettelijke pensioenleeftijd vervroegd met pensioen gaat, op 60, dan wordt er 20% ingehouden. Op 61, 18%. En van je 62, 63, 64, 16,5%. Tenzij dat je een loopbaan zou hebben van 45 jaar. Dus iedereen die vervroegd met pensioen gaat, en een loopbaan heeft van 45 jaar, twee kwartalen is een loopbaanjaar, dan wordt er ook maar 10% ingehouden. Maar iemand is 63 jaar, heeft een loopbaan van 42 jaar, gaat vervroegd met pensioen, dan zal er 16,5% extra gehouden worden op die tweede pijler. Dus informeer eens bij je verzekeraar, want MyPension geeft die informatie niet, als je vervroegd met pensioen gaat, wat de impact kan zijn op je tweede pijler. Ga je niet vervroegd op pensioen, is het 10%. Heb je 45 loopbaanjaren met vervroegd pensioen, is het ook 10%. Dus het kan misschien toch belangrijk zijn om aan 45 loopbaanjaren te komen, om maar 10%, maar 10% inhouden te krijgen op je tweede pijler. Dus informeer altijd ook eens met je verzekeraar van ik ga vervroegd met pensioen, kan dat impact hebben op mijn tweede pijler. Smart Pension geeft gewoon je wettelijk pensioen, je rustpensioen. Vervroegd pensioen, sorry. Je krijgt wel je informatie van je tweede pijler, maar ze geven niet de fiscale impact als je vervroegd met pensioen gaat. En dan moet gekeken worden, hoe groot is mijn groepsverzekering? Hoeveel maanden kan ik vervroegd met pensioen? Is het voor mij interessanter om vervroegd met pensioen te gaan? Al dan niet ten opzichte van het pensioen dat ik moet geven op mijn tweede pijler. We gaan met pensioen. Hoe vraag je je pensioen aan? Zeer eenvoudig. Ik raad de mensen aan om het pensioen aan te vragen via MyPension. Je kan het ook aanvragen bij het gemeentehuis. Maar het eenvoudigste is via MyPension. Ga je niet vervroegd met pensioen, dus ik ga op pensioen op de leeftijd van 65 of 66 jaar, dan moet je zelf niets doen, dan word je ambtsgehalven aangeschreven. Er is een ambtsgehalven onderzoek. De pensioendienst gaat jezelf gaan aanschrijven. Dus ga je niet vervroegd op pensioen, krijg je zelf documenten toegestuurd van de pensioendienst. Ga je vervroegd met pensioen, dan moet je wel zelf je pensioen aanvragen. En de meeste zelfstandigen denken van, ola, ik moet dat zeker 1 jaar op voorhand aanvragen. Nee, ten vroegste 1 jaar op voorhand. Ik kan vervroegd op pensioen op 1 juli 22, dan kan ik vandaag mijn pensioen niet aanvragen. Ten vroegste op 1 juli. Ten vroegste 1 jaar op voorhand, de laatste 1 maand. Dus stel je dat iemand in december op pensioen kan gaan, dan kan je in december het jaar ervoor de aanvraag doen. Je kan zelf nog in november de aanvraag doen. Dus ik heb gisteren iemand op bezoek gehad in Brugge. Ik heb gisteren zijn pensioen aangevraagd voor 1 juli. Natuurlijk, hij zal niet tegen eind juli zijn pensioen uitbetaald krijgen. Tegen dat alles in orde is, zal het maar augustus zijn. Maar zijn pensioen zal met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Dus de vroegste 1 jaar, dat hoeft niet. Het is niet omdat je een jaar op voorhand aanvraagt, dat je al na 2 maanden een beslissing krijgt. De vroegste 1 jaar... de laatste 1 maand. Je kan altijd verzaken aan je pensioen. Straks gaan we zien, als je blijft verder werken, dat je gaat moeten doorgeven naar de pensioendienst, of je altijd je inkomsten beperkt. Maar het is niet omdat je je pensioen aanvraagt als zelfstandige, dat je ook je pensioen moet laten ingaan. Als je de nodige verklaringen niet bezorgt aan de pensioendienst, of je vult je verklaring verkeerd in, als je zegt van ik blijf verder werken en ik beperk mijn inkomen niet, dan wordt het pensioen niet uitbetaald. Dus het is niet omdat je pensioen aanvraagt dat je ook verplicht bent om op pensioen te gaan. Als je met pensioen kan gaan, dan moet je ook niet op die datum vervroegd met pensioen gaan. Ik kan vervroegd met pensioen gaan op 1 juli 21, maar ik wil niet vervroegd gaan. Ik ga maar op pensioen volgend jaar. Maar eenmaal je vervroegd kan gaan, kan je ook altijd op een later datum met pensioen. Zeer eenvoudig, op 2 minuten kan je je pensioen aanvragen. Belangrijk is dat je vermeld in welke stelsel dat je hebt gewerkt. Werknemer, zelfstandig, ambtenaar, België, buitenland.
de ingangsdatum vermeld. En dan gaat heel de molen in gang worden gestoken. En dan ga je documenten krijgen van de pensioendienst. En dat gaan we straks zien. De keer dat je met pensioen gaat, ga je moeten verklaren aan de pensioendienst wat je doet. Stop je met werken of blijf je verder werken? En straks gaan we zien, ik blijf verder werken, al dan niet met een toegelaten activiteit. En als ik getrouwd ben, want je bent, als je echtgenoot is getrouwd zijn, gaan we straks zien dat je misschien recht kan hebben op een gezinspensioen. Dan ga je ook de gegevens moeten vermelden van je vrouw of man of partner. Want op basis van de verklaring zal de pensioendienst dan gaan kijken of ik al dan niet recht heb op een gezinspensioen versus alleenstaande pensioen. Dus zeer eenvoudig, op 2 minuten kan je je pensioen aanvragen. Het is vooral belangrijk dat je vermeldt in welke stelsel dat je hebt gewerkt. Als je niet vermeldt dat je werknemer bent geweest, zal je tellen die jaren niet mee voor de berekening en ook voor de loopbaanvoorwaarden. Dus het is belangrijk, vermelden, aanklikken in welke stelsels dat je hebt gewerkt. Dus het is niet moeilijk, hè? Ik ben 10 jaar werknemer geweest bij 10 verschillende werkgevers. Ik weet dat niet meer, dat is niet belangrijk. Het is gewoon wel belangrijk dat je meldt dat je werknemer bent geweest. Ik ben zelfstandig geweest, ik ben ambtenaar geweest. Ik heb nog gewerkt in het buitenland, belangrijk. Dan gaat de pensioendienst, de Belgische pensioendienst, jouw documenten opsturen. Je gaat moeten vermelden in welke landen of land dat je hebt gewerkt. Want die jaren tellen mee om al dan niet vervroegd met pensioen te kunnen gaan. De pensioendienst zal een berekening maken. Jij gaat een verklaring moeten opsturen naar de pensioendienst. Wat jouw situatie is, stoppen of blijven verder werken en ook de gegevens van je partner moeten invullen. Komt niet aan bod in de presentatie, maar in België hebben we 2 pensioendiensten. Hè? Werknemers, ambtenaar, de federale pensioendienst, zelfstandig in het RSVZ. Dus zelfstandig met een gemengde loopbaan, niet verschieten, die krijgen 2 pensioenbeslissingen. Hè? Ik zie op mijn petje dat ik een pensioen heb van 1300 euro, maar ik krijg hier plots maar een beslissing van 500 euro. Ja, dat is je werknemersgedeelte. Je zelfstandig gedeelte moet er nog bijkomen van het RSVZ. Dus federale pensioendienst, FPD, werknemers, ambtenaren, RSVZ, zelfstandigen. De uitbetaling gebeurt niet in 2 of 3 keer. De uitbetaling gebeurt in 1 keer. En de uitbetaling gebeurt door de federale pensioendienst, de Zuidertoren. Dus ik ben heel mijn leven zelfstandig geweest. De berekening wordt gemaakt door het RSVZ. Maar de uitbetaling wordt altijd gedaan door de Zuidertoren in Brussel, ook met een gemengde loopbaan. Ik ben ambtenaar geweest, ik ben zelfstandig geweest, ik ben de werknemer geweest. Ik zal 3 pensioenbeslissingen krijgen. 2 van de federale pensioendienst, 1 van het RSVZ. Maar de uitbetaling gebeurt niet in 3 keer, hè. Gebeurt 1 keer door de Zuidertoren. Dus dat is praktisch de aanvraag via MyPension. De aanvraag is nooit bindend. Je kan altijd verzaken aan je pensioen. Vervoegd pensioen. We hebben de aanvraag gedaan. Zeer kort. Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Dus het is niet de bedoeling dat jullie zelf jullie pensioen kunnen uitrekenen, maar ik ga toch een aantal basisprincipes uitleggen. Dat is zeer actueel. Een minimumpensioen voor een zelfstandige wordt opgetrokken naar 1500 euro. Momenteel hebben 90-92% van de zelfstandigen een minimumpensioen. Dat wil zeggen dat hun eigen pensioen lager, zodanig laag is dat het wordt opgetrokken naar een minimumpensioen. De wetgever of de regering heeft dit jaar beslist dat het pensioen van een zelfstandige op dezelfde manier berekend wordt, historisch, als het pensioen voor een werknemer. Want vroeger werd een zelfstandige gediscrimineerd. Dat wil zeggen dat vanaf 2021, als je meer sociale bijdrage betaalt, dat je ook meer pensioen gaat opbouwen. In het verleden was dat niet het geval. Omdat je nu veel betaalde of weinig betaalde, die impact was verwaarloosbaar. Vroeger, ik ben 45 jaar zelfstandig, betaalde minimum. Of ik betaal 45 jaar de maximum. Ik had maar 125 euro meer per maand. Dus om te lachen. Ik heb 45 jaar de maximum betaald ten opzichte van de minimum. Ik had maar 150 euro meer pensioen. De opbouw of de opbrengst per jaar wijzigt vanaf 21. Maar dat is niet met terugwerkende kracht. Dus alle zelfstandigen die met terugwerkende of die vroeger met pensioen zijn gegaan, pensioen blijft hetzelfde. Dat blijft dan minimumpensioen. Ik ben nu 59, 60 jaar. Ik kan me in 2-3 jaar met pensioen. Dan zal het wel gunstig zijn voor 21, 22, 23. Maar die impact op mijn pensioenbedrag zal niet zo hoog zijn als iemand die nu start als zelfstandig. Ik ben nu 20 jaar. En als ik meer bijdrage betaal, zal ik ook meer pensioen gaan opbouwen. Dat is een zeer belangrijke hervorming. En dat zal ertoe leiden dat naar de toekomst toe, de verre toekomst, de pensioenen van zelfstandigen hoger zullen zijn. Dus hoe meer dat je betaalt, hoe hoger pensioen. Zoals bij meer naar de werknemers. En dat zal ertoe leiden dat minder zelfstandigen
moeten beroep doen op het minimumpensioen. Dus als jullie aan het einde van jullie loopbaan zijn, zal die impact, dat gaat niet negatief zijn, maar dat zal ook minder zijn, omdat jullie al zicht hebben op jullie pensioen. MyPension past het al toe. Dus MyPension rekent al de meeropbrengst vanaf 21. Dus positieve evolutie, zeker voor jonge zelfstandigen. Want je pensioen wordt berekend in functie van je hele loopbaan, van je start tot je pensioen. En alle jaren tellen mee, zowel werknemer, ambtenaar als zelfstandige. MyPension gaat dat automatisch doen. Dus de jaren gewerkt tellen mee, maar ook gelijkgestelde jaren, ziekte, werkloosheid. Sommige periodes van loopbaanonderbreking, dus niet alles telt mee. Veel vrouwen hebben loopbaanonderbreking genomen om voor de kinderen te zorgen. Dat wil niet zeggen dat alle periodes ook gaan meetellen. Tijdskrediet, zorgkrediet, dus vaak hebben we daar problemen mee. Maar MyPension, normaal gezien, zal daar rekening mee houden. Zelfstandigen, je bouwt pensioen op als zelfstandige. Als je sociale bijdrage betaalt in de hoofdberoep, ben je zelfstandig helper geweest. Een zelfstandig helper moet maar aanzetten vanaf 1 januari van het jaar wanneer je 20 wordt. Dus veel kinderen van zelfstandigen zijn thuis beginnen helpen op 16 jaar, 18 jaar. Ik heb vandaag iemand op bezoek gehad en die was beginnen werken op 14 jaar thuis bij haar ouders. En zij dacht dat ze vanaf haar 14e pensioen opbouwde. Nee, want een zelfstandig helper moest maar aansluiten vanaf 1 januari van het jaar dat ze 20 was. Dus zij bouwt maar pensioen op vanaf haar 20, waardoor dat vervoegd pensioen niet mogelijk is. Meewerkende echtgenoten, maxistatuut. De vrouw had vroeger geen statuut. Het maxistatuut is maar verplicht vanaf 1 juli 2005. Maxi wil zeggen, ik betaal hoge bijdragen en eigen bijdrage, ik bouw ook pensioen op. Dus een vrouw of de vrouwen of de meewerkende echtgenoten hebben maar een statuut sinds 2005. Dus veel zelfstandigen hebben recht op een gezinspensioen. Niet tegenstaande de vrouw al sociale bijdrage heeft betaald vanaf 2005, zal haar loopbaan zodanig klein zijn dat het gezinspensioen van een man nog altijd voordeliger is dan de som van beide alleenstaande pensioenen. Dus de huidige generatie zelfstandigen die met pensioen gaan, klassieke eenmanszaak, de vrouw heeft vroeger geen statuut, heeft verplicht beginnen betalen vanaf 2005, dat spreekt maar over 15 jaar. Het wordt maar interessant vanaf 30 jaar, dus het gezinspensioen zal altijd voordeliger zijn. Natuurlijk, als je nu start als zelfstandige, jonge zelfstandigen, betaal je onmiddellijk sociale bijdrage, waardoor je los van elkaar alle twee een eigen pensioen gaat opbouwen. Dus bij je bijberoeper bouw je geen pensioen op, met verminderde bijdrage. Artikel 37, dus dat zijn hoofdberoepers gelijkgesteld met bijberoep, komt vaak voor in een vennootschap. Historisch vaak de vrouw. Betaal een verminderde bijdrage, dan bouw je ook geen pensioen op. Dus we hebben gewerkte jaren, maar ook gelijkgestelde jaren als zelfstandige. Zelfstandig die ziek is, maar bij zo'n ziekte wordt, die krijgt gelijkstelling ziekte, dan blijf je pensioen opbouwen. Dus als je zwaar ziek wordt als zelfstandige en je kan niet meer werken, dan kan je gelijkstelling ziekte vragen. Dat wil zeggen dat je blijft verder pensioen opbouwen zonder sociale bijdrage te betalen. Mantelzorg, totaal onbekend bij zelfstandigen, maar zorg voor een zieke persoon, familielid tot in de derde graad. Dat hoeft niet levensbedreigend te zijn, kinderen, broers, zussen, ouders. Als zij zorg nodig hebben, dan kan je een jaar voltijds of deeltijds mantelzorg nemen. Nadeel is natuurlijk dat je niet mag werken. Dat hoeft niet aansluitend te zijn, maar dat kan ook aansluitend zijn, waardoor de kwartalen wegvallen. Vrouwen lukken zelfstandig niet bevallen, 1 kwartaal dat gratis mee, en voor de mannen de militaire dienst. Betalend in studieperiode ga ik iets kort over zeggen, maar als je geïnteresseerd bent in de regularisatie van de studieperiode, dan moet ik jullie ontgoochelen. Want de kostprijs zal veel duurder zijn, want de overgangsperiode is gestopt 1 december 2020. Maar ik ga het vooral ook hebben over die voortzettingsverzekering. En dat is wel belangrijk. Ik ben 59 jaar, ik ben 60 jaar. Ik krijg de kans om mijn zaak te verkopen, maar ik kan wel met pensioen gaan op mijn 62 jaar. Dat wil dat zeggen dat ik op mijn 62 jaar verdere pensioenrechten moet blijven opbouwen. En dat kan via die voortzettingsverzekering. Je blijft verder bijdragen betalen om vervoegd met pensioen te kunnen gaan. De stopzetting voor de pensioendatum, dat vormt een probleem, want MyPension gaat ervan uit dat je verdere pensioenrechten blijft opbouwen. Dan is er een mogelijkheid, ofwel ga je als werknemer gaan werken, halftijds, ofwel word je ergens anders zelfstandig, of een andere activiteit, maar vaak stop je, je verkoopt je zaak, je krijgt een goede prijs voor je zaak, is ook belangrijk, maar je kan nog niet vervoegd met pensioen gaan, omdat je niet genoeg jaren hebt. Dan kan je de voortzettende verzekering nemen. Dat wil zeggen dat je blijft verder betalen om vervoegd naar pensioen te kunnen gaan.
De aanvraag gebeurt bij het Sociaal Verzekeringsfonds. En standaard kan je nemen voor 2 jaar. Je hebt 2 mogelijkheden. Ofwel betaal je voor je pensioen. Normaal gezien betaal je 20,5% als zelfstandige. Betaal je enkel voor je pensioen, betaal je een kleine 12%. Wil je ook voor pensioen en arbeidsongeschiktheid betalen, dan betaal je ongeveer een kleine 20%, 19,5%. Maar dan kom je daar niet meer voor. Dus als je stopt als zelfstandige, de meeste zelfstandigen blijven betalen enkel voor hun pensioen. En voor hun ziekenfonds komen ze ten laste van de persoon waar ze mee samenwonen, als die een statuut heeft, dat is gratis. Is dat niet mogelijk, kan je altijd een premie betalen aan de mutualiteit om in orde te blijven. Want de meeste zelfstandigen die vroeger stoppen, die betalen gewoon voor de verzekering ongeveer 12% op hun pensioen. Keerzijde, dat wordt berekend op je inkomen van 3 jaar terug. Dus heb je daar hoge inkomsten, kan het een duur rolletje zijn. Dus begin op tijd bij je planning. En als je weet van, kijk, ik ga op mijn 60ste stoppen, maar ik kan maar op pensioen gaan op mijn 2 of 63, dan kan het misschien al interessant zijn om minder wedden op te nemen uit je vennootschap, om uiteindelijk lagere bijdrage te betalen voor je voortgezette verzekering. Dus standaard is dat 2 jaar. Maar er is vaak ook een verlenging nodig. Dus iemand stopt op 60, maar kan maar op 63 met pensioen gaan. En dan moet je zeker informeren bij het Sociaal Verzekeringsfonds wanneer dat je stopzet. Ik ga dat proberen praktisch uit te leggen, maar dat is zeer technisch. Dus als er meer dan 2 jaar nodig is, als er geen meer dan 2 jaar nodig is, is het geen probleem. Maar als je bijvoorbeeld nog 2,5 of 3 jaar moet betalen, dan is het belangrijk wanneer je stopt. Want als je wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar is, en er is een verlenging nodig, dan mag je maar te vroegst die voor het verzekering nemen, 1 april van het jaar wanneer je 58 wordt. Als je wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar, en er is een verlenging nodig, meer dan 2 jaar, kan je maar te vroegst die voor het verzekering nemen vanaf 1 april van het jaar wanneer je 59 wordt. Als je wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar, en is er meer dan 2 jaar nodig, kan je maar te vroegst instappen in dat systeem om een verlenging te krijgen, 1 april van het jaar wanneer je 60 wordt. Dat is zeer technische materie. Ik begrijp dat dat serieus is voor sommigen. Maar als je stopt, belangrijk dat je informeert. Wanneer kan ik met pensioen? Zijn er mogelijkheden? Ja, die voortgezette verzekering. Maar dan moeten we kijken van, is er meer dan 2 jaar nodig? Want dan is de instap belangrijk om die verlenging te krijgen. Want als je te vroeg stopt, en te vroeg die voortgezette verzekering nemen, dan stopt het na 2 jaar, waardoor je niet vervroegd met pensioen kunt gaan. Dus dat is belangrijk. De voortgezette verzekering is zeer interessant. Informeren wanneer je kan stoppen om al die verlenging te krijgen. De keerzijde van de medaille is dat je wel betaalt op een inkomen van 3 jaar terug. Dus dat kan zeer duur zijn, ook al is het maar 11,78%. Maar ik heb een inkomen van 70.000, dan ga je nog veel sociale bijdrage betalen. Een tip dat ik kan geven, als de kinderen de zaak overnemen, dan kan je helper blijven bij je kinderen, of dan kan je vernoot blijven bij je kinderen. Blijf je aangesloten bij het Sociaal Verzekeringsfonds, en dan kan je misschien gewoon de minimumbijdrage hoger betalen. Dat is €750. Dat kan veel goedkoper zijn dan 11,87% op een inkomen van 3 jaar terug. Natuurlijk moet er wel een activiteit zijn. Hè? Dat mag geen fictieve activiteit zijn. Maar als de kinderen de zaak overnemen, ik blijf werken vernoot, of ik word helper bij een van mijn kinderen, ik betaal gewoon de minimumbijdrage in hoofdberoep, €750, dan blijf ik verder pensioen opbouwen en ik ben zelf nog verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dus informeren. Je mag van mij stoppen met je zelfstandige activiteit, maar altijd kijken wat is de impact op mijn pensioen. Want je bouwt niet meer verder pensioenrechten op. Weet dat er een mogelijkheid is met voorzitter verzekering, standaard 2 jaar, kan ook verlengd worden. Maar dan is het belangrijk het moment dat je instapt in die voortgezette verzekering. En de aanvraag gebeurt bij het Sociaal Verzekeringsfonds. De studies, zeer kort, want die gunstige periode is voorbij, maar studieperiode, ik heb mijn studieperiode niet gerealiseerd, omdat dat niet leidt tot vervroegd pensioen. Het kan enkel uw pensioen gaan verhogen. Natuurlijk, het is wel fiscaal aftrekbaar. Het hangt ook af van uw fiscale situatie. Het is een kost. Maar het leidt niet tot vervroegd pensioen en is niet voor iedereen interessant. Het is maatwerk. Dus we moeten gaan kijken van hoeveel jaar heb je gestudeerd en je kan zelf kiezen hoeveel studiejaren je wenst te realiseren. Maar nu komt het. Tijdelijk was er een overgangsperiode. Tot en met 30 november 2020 kon je je studieperiode regulariseren tegen een gunstige kostprijs. Dat heeft vooral te maken met de academiejaren na je 20. Want de academiejaren voor je 20 zijn veel duurder. Vanaf 1-11-2020, we zijn nu al 21, is die kostprijs veel duurder.
Dus ik ga ervan uit, als je niet nog geïnteresseerd bent om je studieperiode te realiseren, dan zal die kostprijs zeer duur zijn, waardoor dat het bijna totaal oninteressant is voor jullie om die studieperiode te realiseren. Voor wie zal het nog interessant zijn? Voor zelfstandige werknemers. Die kostprijs zal nog goedkoop zijn, relatief goedkoop, als je de regularisatie doet binnen het 10 jaar of binnen de 10 jaar na het afstuderen. Ik ben 43 jaar, ik ben ook al meer dan 10 jaar afgestudeerd, dus voor mij is het ook niet meer interessant. Maar voor wie zal het interessant zijn? Voor jonge zelfstandigen, jonge werknemers die hun studieperiode regulariseren binnen de 10 jaar. Maar die hebben totaal geen zicht op hun wettelijk pensioen. Dus dat systeem zal in elkaar vallen. Dus voor jullie, ik ben 55 plus, ik ben nog geïnteresseerd om mijn studieperiode te realiseren. Je kan dat ook zelf gaan simuleren op MyPension. Niet verschieten, maar die kostprijs zal zeer duur zijn. Hè? Dus je hebt niet alleen fiscaal, maar het moet ook pensioen opbrengen. Als het 20 jaar duurt tegen dat je terugverdient, zou ik persoonlijk dat geld gebruiken voor iets anders. Maar je kan dat ook zelf gaan simuleren op MyPension. Maar het zal minder interessant zijn, omdat het vaak veel duurder wordt. Hè? Dus je wordt je pensioen berekend in functie van je loopbaan, in functie van je inkomen. Dus voor 21 was dat om te lachen, omdat je nu veel of weinig betaalde, dat had geen impact. Dat is dit jaar wel gewijzigd. Dat is enkel maar van af 21. Dus de jaren in het verleden worden niet opgetrokken. Spijtig genoeg. Mensen die in het verleden met pensioen zijn gegaan, wordt niet opgetrokken. Enkel vanaf dit jaar naar de toekomst toe, als je meer betaalt, zal je ook meer pensioen gaan opbouwen. Dus als je in 2 jaar met pensioen kan gaan, zal die impact veel minder groot zijn ten opzichte van iemand die nu 20 jaar is en start met een zelfstandige activiteit. En vooral, bij jullie zal het pensioen betaald worden in functie van de gezinssituatie. Dan ga ik het hebben over een alleenstaande pensioen en een gezinspensioen. Dus momenteel hebben 92% van de zelfstandigen recht op een minimumpensioen. Omdat uw eigen pensioen zodanig laag is, wordt dat opgetrokken naar een minimumpensioen. En dat gebeurt maar vanaf 30 jaar loopbaan. Dus dat kan een gemengde loopbaan zijn. 10 jaar werknemer, 20 jaar zelfstandig. Vanaf 30 jaar wordt dat maar opgetrokken naar een minimum. En het minimumpensioen voor een zelfstandige bruto, momenteel is €1.325. Dat zal opgetrokken worden in 2024 naar €1.500 bruto. En niet elke zelfstandige zal zoveel pensioen hebben, want dat is voor een loopbaan van 45 jaar. Dus als ik 42 jaar heb gewerkt, of 41 jaar, zal ik geen €1.325 of €1.500 hebben in 24, maar heb ik 42,45 van het bedrag, €1.237,2. Dus dat is een vraag dat wij wekelijks krijgen. De pensioendienst heeft een fout gemaakt, want een pensioen is lager dan het minimumpensioen, altijd in verhouding met het aantal jaren dat je hebt gewerkt. Dus die €1.500 is voor 45 loopbaanjaren. Maar veel mensen met een gemengde loopbaan, werknemers zelfstandigen, zullen vaak aan dat bedrag zitten. Dus dat bedrag zal mee evolueren naar €1.500. Dat gebeurt maar vanaf 30 jaar. Dus als ik 29 jaar heb gewerkt, zal dat pensioen zeer laag zijn. Maar als ik 30 jaar heb gewerkt, zal ik uiteindelijk 30,45 krijgen van €1.500. €1.000. Dus je kunt nooit €1.500 krijgen als je maar 30 jaar hebt gewerkt. Dan zal je maar €1.000 bruto gaan ontvangen. Dus de reden waarom dat 92% van de zelfstandigen een minimumpensioen hebben, heeft te maken met het feit dat in het verleden, voor 21, hadden zelfstandigen een correctiecoëfficiënt. Dus de manier waarop het pensioen van de zelfstandigen werd berekend, was veel lager dan op zich van de werknemers. Werknemers was op je volledig inkomen. Bij een zelfstandige werd er maar rekening gehouden met een kleine 70% van je inkomen. Waardoor de pensioenopbouw veel lager is. Dus wat heeft de regering beslist, en dat is wel belangrijk, want pas vanaf 21, voor de vroegste voor mensen die 2 jaar in pensioen gaan, dus alle jaren in het verleden, wordt nog opgebouwd in de oude wetgeving. Vanaf 21 zal, als je meer sociale bijdrage betaalt, ga je ook meer pensioen gaan opbouwen. Dat zal ruim 40% meer zijn. Dus een zeer eenvoudig voorbeeld is natuurlijk ook meer maatwerk. Maar een zelfstandige die €30.000 betaalt, in 21 zal ongeveer op jaarbasis €125 meer pensioen gaan opbouwen. Dus vroeger konden wij zeggen, of dat je nu weinig of veel betaalt, dat pensioen is eenheidsworst. Naar de toekomst toe, hoe meer sociale bijdrage je betaalt, hoe meer pensioen dat je zal opbouwen, omdat de manier waarop dat je pensioen wordt berekend, nu vanaf 21 dezelfde manier is voor werknemers en zelfstandigen. Zeer belangrijk, is vooral belangrijk voor jonge zelfstandigen. Die zullen in feite evenveel pensioen gaan opbouwen als een werknemer. Dus volledig pensioen is een vraag die we vaak krijgen.
technisch heb je een volledig pensioen als je 45 jaar hebt gewerkt, maar vaak zal het verschil verwaarloosbaar zijn. Ook zijn pensioenen geplafonneerd. Ongeveer dit jaar is dat ongeveer rond de 67.000. Dus als je meer verdient, ga je meer sociale bijdrage betalen, maar bouw je maar pensioen op. Dus naar het tussenplafond. En veel zelfstandigen met een gemengde loopbaan, ik ben nog werknemer geweest, maar nu zelfstandig, die hebben vaak een plafonnering van het minimumpensioen. Dus ik ben bijna zeker dat er mensen de opleiding meevolgen en ze gaan naar mijn pension. Ik ben nog 10 jaar werknemer geweest, ik ben nu zelfstandig. Ik kan vervroegd mijn pensioen gaan op mijn 63. Mijn bruto bedrag is 1.325. Als ik blijf doorwerken tot mijn 65, is dat bedrag hetzelfde. Dat heeft te maken, als je een gemengde loopbaan hebt, je hebt recht op een minimumpensioen, dat de som van beiden ook geplafonneerd wordt. Dat zal verdwijnen naar de toekomst toe, omdat je nu meer pensioen zal opbouwen als je meer sociale bijdrage betaalt. Dus MyPension berekent uw alleenstaande pensioen, maar gaat niet gaan bepalen of je gezinspensioen hebt. En een gezinspensioen is 25% meer. Dus het kan zijn dat je getrouwd bent, dat je vrouw geen beroepsloopbaan heeft, of een zodanig kleine loopbaan heeft, dat jij een gezinspensioen zal hebben. MyPension doet dat niet automatisch. MyPension berekent alleen maar je alleenstaande pensioen. Op basis van je verklaring naar de pensioendienst zal de pensioendienst gaan bekijken, gezinspensioen, alleenstaande pensioen. Wanneer kan je recht hebben op een gezinspensioen? Jaar per jaar kan dat bekeken worden, maar je moet getrouwd zijn. Dus ik ben al 40 jaar gelukkig met mijn vrouw, maar we zijn niet getrouwd. Dan spreken we nooit van een gezinspensioen. Dan spreken we ook nooit van een overlevingspensioen. Pensioenwetgeving is van na de oorlog. Hè? Redelijk klassiek, het huwelijk was belangrijk. Dus als je niet getrouwd bent, kan het nooit een gezinspensioen zijn. Als je niet getrouwd bent, nooit recht op een overlevingspensioen. Dus wanneer heb ik mijn alleenstaande pensioen? Dat zijn de bedragen die mijn pensioen geeft. Als je ongetrouwd bent. Dus als ik niet getrouwd ben, wordt er geen ingehouden bij de situatie van mijn vrouw. Of ik ben getrouwd en de som van beide pensioenen is hoger dan het gezinspensioen. Ik geef een voorbeeld. Ik ben 63 jaar, ik ga vervroegd mijn pensioen. Mijn vrouw is 63 jaar, gaat ook vervroegd mijn pensioen. Ik heb een pensioen van 1300 euro. Mijn vrouw heeft een pensioen van 1500 euro. Ze is werknemer geweest. Dan hebben wij gezamenlijk 2800 euro. Dat is hoger dan mijn gezinspensioen of het gezinspensioen van mijn vrouw. Dus als je al twee een loopbaan hebt, zal de som van beiden hoger zijn dan het gezinspensioen. Of ik ben getrouwd en mijn vrouw werkt verder. Dat gaan we straks zien als zelfstandige, als werknemer en ze beperkt haar inkomen niet. Of ik ben getrouwd en mijn vrouw ontvangt een ziekteuitkering of een werkloosheidsuitkering. In die gevallen heb ik een alleenstaande pensioen. Wanneer heb ik een gezinspensioen als ik getrouwd ben? En mijn vrouw heeft geen pensioen of beperkt. Ik geef een voorbeeld. Ik ben 63 jaar, ik ga vervroegd mijn pensioen. Mijn vrouw is ook 63 jaar, maar ze heeft maar een loopbaan van 5 jaar. Dus haar pensioen is zodanig laag, het wordt maar interessant vanaf 30 jaar. Dan zal mijn pensioen en haar pensioen uiteindelijk altijd kleiner zijn dan mijn gezinspensioen. Dus de meeste zelfstandigen met de klassieke eenmanszaak geeft de man een gezinspensioen, omdat de vrouw maar is beginnen betalen vanaf 2005. Dat is nog maar 15, 16 jaar. Waardoor dat het pensioen van de vrouw en het pensioen van de man lager is dan het gezinspensioen van de man. Ik geef nog een voorbeeld. Ik ben getrouwd, ik ben 63 jaar. Ik kan vervroegd met pensioen op 63, omdat ik 42 loopbaan heb. Mijn vrouw is ook 63 jaar en zij stopt ook met werken, maar zij kan niet met pensioen, omdat zij maar 35 jaar heeft. Dus mijn vrouw, we zijn getrouwd, ik ga met pensioen, mijn vrouw heeft geen pensioen, mijn vrouw werkt ook niet verder, mijn vrouw heeft ook geen vervangingsinkomen, dus ik heb een gezinspensioen. Maar eenmaal mijn vrouw de wettelijke pensioen heeft bereikt, want zij kan niet vervroegd met pensioen gaan, zal zij toch een pensioen hebben in functie van haar 35 jaar. Op dat moment wordt het pensioen van mijn vrouw berekend, haar alleenstaande pensioen, en val ik terug op mijn alleenstaande pensioen, omdat op dat moment de som van beide alleenstaande pensioenen hoger wordt dan het gezinspensioen. Dus jaar per jaar wordt dat in principe bekeken, en de pensioendienst zal automatisch het meest voordelige gaan bepalen voor de gepensioneerders. Gezinspensioen, ben getrouwd en mijn vrouw heeft geen pensioen of te laag. Ben getrouwd en mijn vrouw blijft niet verder werken of beperkt haar activiteit. Ik ben getrouwd en mijn vrouw ontvangt geen vervangingsinkomen. Dus dat ga je moeten meedelen aan de pensioendienst. Vanaf dat één van de twee gepensioneerd is, wordt dat automatisch onderzocht. Dus vanaf dat één van de twee een pensioen geniet, wordt dat automatisch gedaan door de pensioendienst, als je getrouwd bent. Gaat er één van de twee voor de eerste keer met pensioen, dan ga je dat moeten meedelen naar de pensioendienst. Je gaat dat moeten verklaren. Je eigen activiteit, de activiteit van de partner. En op basis van dat, deze verklaring, zal de pensioendienst gaan beslissen alleenstaande pensioen of
gezinspensioen. Dus belangrijk, my pension bepaalt niet het gezinspensioen. My pension geeft alleen je alleenstaande pensioen op basis van de verklaring dat je invult of het pensioen al niet van je partner. Kan het zijn dat je pensioen wordt opgetrokken naar een gezinspensioen? Dus je kiest daar niet voor. De pensioenlid zal automatisch op basis van de gegevens dat in hun bezit is, de meest voordelige situatie gaan bepalen. Dus we gaan met pensioen. En nu komen we bij het laatste stukje, is wel belangrijk. Maar we willen blijven verder werken. Dus ik ben zaakvoerder, ik heb een vennootschap van 20 man. Kan ik zaakvoerder blijven? Kan ik vennoot blijven? Kan ik met een eenmanszaak blijven? Gewoon ja. Maar als je wil blijven verder werken, moet je al niet je inkomsten beperken. En wat zegt de wetgeving? Je mag onbeperkt verdienen als je vanaf 1 januari van het jaar waarin je 65 wordt. In principe moet je dat aanpassen. Het is 1 januari van het jaar waarin je de wettelijke pensioen heeft bereikt. Want 65 wordt 66, wordt 67. Dus je mag onbeperkt verdienen, niet vanaf je wettelijke pensioenleeftijd, maar vanaf 1 januari van het jaar waarin je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Als je voor 1 januari van je wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat en je hebt 45 loopbaanjaren, mag je ook onbeperkt verdienen. Dus of, hè, vanaf 1 januari van de wettelijke pensioenleeftijd, geen beperking. Of je gaat daarvoor met pensioen en je hebt 45 loopjaren, ook geen beperking. Dus ga je voor 1 januari van je wettelijke pensioenleeftijd met pensioen, en je hebt op dat moment geen 45 loopbaanjaren, dan moet je je inkomen beperken. Dan ga je tijdelijk je inkomsten moeten beperken. Vanaf 1 januari van het jaar waarin je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, is er opnieuw geen beperking meer. Dus ik ben 63 jaar, ik ga vervoegd mijn pensioen, ik heb 42 loopbaanjaren. Ik heb er geen 45, zal ik tijdelijk mijn inkomen moeten beperken. Vanaf 1 januari van het jaar dat ik 65 of 66 jaar word, is er opnieuw geen beperking. Dus zeer belangrijk, dat ik overleg met de accountant, wat de mogelijkheden zijn. Want als je te veel verdient, verlies je een stuk van dat pensioen voor dat jaar. Vroeger was die sanctie zeer streng. Als je meer dan 25% daarboven zat, was voor een volledig jaar je pensioen kwijt. Nu werken ze met een systeem van communicerende vaten. Zit je daar 5% boven, 10%, 30, 40, 50 tot 100%, verlies je een stuk van je pensioen. Dus ben je zelfstandig met een vennootschap, dan ben je daar in het voordeel. Hè? Ik ga vervoegd met pensioen, ik ben 63 jaar, ik heb 42 loopbaanjaar, dus ik moet tijdelijk mijn inkomsten beperken. Wat is het voordeel? Gaan we onmiddellijk zien dat je ook beperkt gaat betalen. Met een vennootschap komen die inkomsten binnen op de vennootschap, dat is een rechtspersoon. Je betaalt sociale bijdrage op de bezoldingen en een voordeel dat je opneemt. Dus ik overleg met de accountant. Wij beslissen om veel minder op te nemen. Want die inkomsten komen binnen in de vennootschap. Je betaalt op je bezoldiging en je voordelen. Dividenden is geen beroepsinkomen. Dus daar betaal je geen sociale bijdrage op. Is geen beroepsinkomen voor ons. Dus daar kan je creatief mee zijn. Of ik heb een eenmanszaak en mijn vrouw is meewerkende echtgenoot maxistatuut. Ik ga vervroegd met pensioen. Ik zal mijn inkomen moeten beperken, maar mijn vrouw niet. Want mijn vrouw gaat niet op pensioen. Dus we gaan meer inkomsten zetten op mijn vrouw, zodat ik vervroegd met pensioen kan gaan. Dus dat is wel belangrijk. Je moet niet stoppen met werken, maar ga je vervroegd met pensioen voor 1 januari van je wettelijk pensioenleeftijd, en heb je geen 45 jaar, ga je tijdelijk je pensioen moeten beperken. Dus ik heb vorige week iemand gehad die zijn pensioen had aangevraagd en die kende die informatie niet. En die bleef een inkomen verdienen van 30.000 netto per jaar. Heb ik hem gezegd van, ik denk dat we aan contact op moeten nemen met de pensioendienst, want je mag maar op jaarbasis, dat zie je staan, €6.797 verdienen als je geen kinderen te lasten hebt. Dat komt overeen met €566. Dat is niet veel, hè. Je mag blijven werken, maar je moet tijdelijk je inkomen beperken. Ga je vroeg met pensioen en 45 jaar, is er geen beperking. Dus je 45 jaar kan toch belangrijk zijn om geen beperking te hebben, om maar 10% inhouding te hebben op je IPT. Vanaf je wettelijke pensioenleeftijd, dus het is daar vanaf 1 januari van je 65, maar in principe kan dat ook 66 of 67 zijn, is er opnieuw geen beperking. Je kan ook iets doen als werknemer. Ik ben heel mijn leven zelfstandig geweest, kan je ook blijven verder werken of een andere activiteit doen als werknemer, of een flexijobber. Maar opgepast, hetzelfde principe, ga je voor 1 januari van je wettelijke pensioenleeftijd met pensioen, heb je geen 45 jaar, dan ga je tijdelijk je inkomen moeten beperken. En als werknemer zonder kinderlast is dat bruto 8.496. Dus er zijn mogelijkheden. Mijn zoon werkt in de horeca. Ik ga met pensioen. Ik word flexijobber met mijn zoon. Een flexijobber is onbelast, maar dat wil niet zeggen dat je zomaar onbeperkt mag gaan
verdienen. Dus informeer altijd. Je krijgt je informatie wel van de pensioendienst. Hè? Je gaat documenten krijgen van de pensioendienst. Die informatie wordt daar gegeven. Maar neem een keer contact met het Sociaal Verzekeringsfonds. Neem een keer contact met de accountant en kijk wat de mogelijkheden zijn. Want vaak zal er een oplossing moeten gezocht worden om tijdelijk uw inkomsten te gaan beperken. Dus twee voorbeelden. Hè. Geboren in 56, gaat op pensioen op zijn 65 jaar. Geen beperking in principe. Als hij vervroegd met pensioen gaat op 1 januari, 21, vanaf 1 januari is er al geen beperking. Volgend voorbeeldje is een mooi voorbeeldje. Iemand geboren in 59 gaat in 21 met pensioen, vervroegd, heeft geen 45 jaar. Dus hij moet de inkomsten beperken, maar die beperking van 6.797 euro is maar vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Dus als je op 1 juni met pensioen gaat, dan is er geen beperking tot 30 juni, maar is er wel een beperking van juli tot december. En die 6.797 euro is gespreid over 12 maanden. Dat is 566 euro per maand, technisch gezien. Dus mag je maar van juli tot december de helft gaan verdienen. In 2023 6.797 en vanaf 1 januari is er geen beperking meer. Dus in principe, dat is het klassieke voorbeeld. Ga je vervroegd met pensioen, heb je geen 45 loopbaanjaar, dan ga je tijdelijk je inkomen moeten beperken, anders verlies je een stuk van je pensioen. Altijd rekening houden met de inhangdatum van pensioen, zolang je niet gepensioneerd bent, ga je geen inkomen moeten beperken. Hè. We gaan onmiddellijk zien wat de impact zal zijn op je sociale bijdrage. Dat is zeer belangrijk, toegelaten activiteit. Veel zelfstandigen gaan vervroegd met pensioen en weten niet dat ze de inkomsten moeten beperken. Dus wie op 1 januari van het kalenderjaar, wanneer je de wettelijke pensioen heeft bereikt, op pensioen gaat, of ga je voor die datum met pensioen, heb je de loopbaan van 45 jaar, is er geen beperking. We hebben daar juist gezegd dat je in aanmerking kan komen voor een gezinspensioen als je partner beperkt die activiteit verder zet. Dus stel nu dat ik zelfstandige ben. Mijn vrouw is ook zelfstandige. Om een gezinspensioen te hebben, zal mijn vrouw altijd haar inkomen moeten beperken. En als ze jonger is dan 65, is dat minder dan 6.797. Ouder dan 65, is dat 19.632. Dus dat is een fout dat vaak wordt gemaakt. Als ik vervroegd met pensioen ga, zal ik tijdelijk mijn inkomen moeten beperken. Maar vanaf 1 januari van mijn wettelijk pensioen is er geen beperking meer. Maar om een gezinspensioen te hebben, moeten de inkomsten van de partner altijd beperkt worden. Zit mijn vrouw daar 1 cent boven, val ik terug op mijn alleenstaande pensioen. Maar vaak wordt er gekeken, zeker als het een eenmanszaak is, om ik mijn inkomen te beperken en bijvoorbeeld een bezoldiging of een toekenning te doen hoger aan mijn partner, omdat ik toch mijn pensioen kan opnemen. Het zal geen gezinspensioen zijn, maar het zal een alleenstaande pensioen zijn. Dan noemen wij toegelaten activiteit, is belangrijk, kan jaar per jaar wijzigen. Dus iemand gaat met pensioen, mijn vrouw werkt. Binnen 2 jaar stopt mijn vrouw met werken, wil dat wel zeggen dat ik misschien een gezinspensioen heb. Je moet dat melden aan de pensioendienst. De pensioendienst gaat alleen controleren of je te veel verdient, maar ze gaat dat niet gaan controleren. Dus jaar per jaar kan dat een ander pensioen zijn. Gelukkig kunnen wij 10 jaar teruggaan in de tijd. Dus dat is toegelaten activiteit. Met pensioen gaan wil niet zeggen dat je moet stoppen met werken. Integendeel. Dat is zelfs zeer interessant. Hè? De tijd is zeer beperkt, maar als je gepensioneerde zelfstandige bent, en je blijft verder werken, de zaak wordt overgenomen door de kinderen, en op jaarbasis verdien je minder dan 3.100 euro netto, het is weinig, hè? Maar je verdient minder dan 3.100 euro netto, betaal je 0 euro sociale bijdrage. Dus veel ouders kunnen zelfstandig blijven, zeker als de zaak wordt overgelaten aan de kinderen. Als je blijft werken, moet je aansloten blijven. Maar wat is het voordeel van gepensioneerd te zijn ten opzichte van een hoofdberoeper? Een hoofdberoeper die niets verdient, betaalt altijd een minimumbijdrage. Een gepensioneerde zelfstandige die niets verdient, of die op jaarbasis minder verdient dan 3.100 euro, betaalt uiteindelijk geen sociale bijdrage. Dus zeer, zeer, zeer interessant. Vroeger werd vaak het dossier stopgezet, omdat je vroeger moest betalen op een inkomen van 3 jaar terug. Dat is nu gewijzigd. Je wordt afgerekend op het inkomen van het jaar zelf. Als je niets verdient, betaal je uiteindelijk geen sociale bijdrage. Het laatste stukje. Ik ga met pensioen, ik blijf verder werken, al dan niet met toegelaten activiteit, moet ik nog sociale bijdrage betalen. Dus in feite blijven je sociale bijdrage berekenen op het jaar terug en word je afgerekend op het inkomen van het jaar zelf. We gaan een onderscheid moeten maken met een zelfstandige die verder blijft werken, toegelaten activiteit, en we gaan een onderscheid maken met een zelfstandige die volledig stopzet. Begin bij het begin, toegelaten activiteit. Ik vind dat zeer eenvoudig. Als je onbeperkt mag verdienen, dan ga je ook onbeperkt sociale bijdrage betalen. Dus ik ben 65 jaar,
ik ga met pensioen, ik blijf mijnzelfde wetten opnemen, dan blijft hij dezelfde sociale bijdrage betalen. Geen 20,5%, maar 14,70%. Ga je vervroegd met pensioen en moet je tijdelijk je inkomen beperken, dan ga je, het voordeel daarvan, ga je ook beperkt je sociale bijdrage betalen. Maar dat gebeurt nooit in het jaar van pensionering. Want als je in de loop van een jaar met pensioen gaat, wij weten niet wat je verdiend hebt daarvoor. Dus als iemand 63 jaar is en die gaat op 1 juli met pensioen, dan moet je vanaf 1 juli je inkomsten beperken, maar je bijdrage blijven berekenen op 3 jaar terug. Weliswaar een lager percentage en afrekenen op het inkomen van het jaar zelf. Want wij weten niet wat je daarvoor hebt verdiend. Maar het jaar erop volgend zal automatisch je bijdrage worden geplafonneerd. Dus ik geef een voorbeeld, ik ben 63 jaar, ik ga vervroegd met pensioen onder 42 loopbaanjaren. Ik moet mijn inkomen beperken vanaf 1 juli, maar dit jaar doen wij niets, omdat ik voor in de eerste 6 maanden er geen beperking is. Maar als het Sociaal Verzekeringsfonds krijgt het bericht van de pensioendienst dat die persoon met pensioen is gegaan, met beperkte inkomsten, dan gaan wij volgend jaar automatisch de bijdrage plafonneren tot 260 euro per kwartaal. En als wij bericht krijgen dat de zelfstandige maximaal 6.797 euro mag verdienen, dan ga je ook maximaal 260 euro gaan betalen. En eenmaal je dan 1 januari van het jaar, wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, dan gaat die plafonnering daaruit en krijg je weer de bijdrage aangeboden op 3 jaar terug, afgerekend op het jaar zelf. Dus een zeer belangrijke taak voor de accountant, als je vervroegd met pensioen gaat en je moet je inkomen beperken. Het jaar van pensionering gebeurt er niets, tenzij je op 1 januari gaat, maar het jaar nadien wordt het geplafonneerd. Het is belangrijk dat de accountant dat opvolgt. Ook vanaf 1 januari van het jaar dat je de wettelijke pensioen heeft bereikt, want er is in theorie geen plafonnering meer. Maar dat wil niet zeggen dat je onbeperkt gaat verdienen, want als je plots beslist om geen werk meer op te nemen, dan krijg je plots vanaf het jaar dat je de wettelijke pensioen heeft bereikt, een rekening presenteert van op een inkomen van 3 jaar terug. Dan kan je altijd vragen aan het Sociaal Verzekeringsfonds om je bijdrage te gaan verminderen of zelf te gaan verhogen. Dus dat is een beetje het principe van de sociale bijdrageberekening. Dat advies geeft de pensioendienst niet. Het is dus belangrijk dat je daarvoor contact opneemt met het Sociaal Verzekeringsfonds. Zij kunnen erin gaan begeleiden wat de impact is op je sociale bijdrage. Dat is wat toegelaten activiteit betreft. Laatste puntje. Als je stopt als zelfstandige, dan stoppen ook je sociale bijdragen. Dus ik geef een voorbeeld. Ik ga met pensioen op 1 juli van dit jaar. Dan moet ik mijn derde en mijn vierde kwartaal van dit jaar niet meer betalen. Dan moet ik mijn bijdrage van 22 ook niet meer betalen. Van 23 ook niet meer betalen, want ik ben niet meer zelfstandig. Maar dat wil niet zeggen dat je geen herberekening meer kan krijgen van inkomsten voor je stopzetting. Als ik nu stop in 21. Maar mijn bijdrage van 20 worden berekend op 17. Dan moet ik wel beseffen dat volgend jaar, ook al ben ik gestopt, mijn inkomen van 20 zal binnenkomen. En als 20 hoger is dan 17, zal ik moeten bijbetalen. Is het laag, krijg ik terug. Dus het is belangrijk, ook als je definitief stopzet, dat ik je gaat samen zitten met de accountant, en dat je gaat gaan kijken van, op welk inkomen heb ik nu betaald? Want het kan misschien nog interessant zijn om je bijdrage te gaan verhogen in het jaar dat je stopt, want je kan het fiscaal in vermindering brengen. Komen er inkomsten binnen die lager zijn, krijg je misschien terug. Belangrijk, als je moet bijbetalen van een periode van voor je pensioen, of voor de inlegzetting van je pensioen, dan zou ik persoonlijk die bijdrage betalen. Want als je die niet betaalt, heeft dat zware gevolgen voor je pensioen. Want dan ben je misschien ten onrechte met pensioen, te vervroegd met pensioen gegaan. Moet je bijbetalen op inkomsten na de inlegzetting van je pensioen, dan ga je dat wel moeten betalen, maar of je nu betaalt of niet betaalt, zal dat geen impact hebben op je pensioen, omdat dat inkomsten zijn van na de inhangsdatum van je pensioen. Dus iemand die nu met pensioen had in 21, volgend jaar komt het inkomen binnen van 20, het is hoger dan 17, en die betaalt koppig die regularisatie niet, dan wordt dat doorgegeven naar de pensioendienst, waardoor dat hij niet meer vervroegd met pensioen zal kunnen gaan, en zal hij met terugwerkende kracht zijn pensioen moeten terugbetalen. Dus als je stopt, stoppen uw bijdragen voor de toekomst, maar er kunnen wel nog inkomsten binnenkomen van voor je stopzetting. En als die hoger zijn, ga je nog moeten bijbetalen. Dus ook bij stopzetting ga je moeten kijken met de accountant, is er nog een mogelijkheid om mijn bijdrage te regulariseren. Dus gepensioneerde zelfstandigen,
blijven al dan niet nog sociale bijdrage betalen in functie van je toegelaten activiteit. Ben je stopgezet, kan je enkel nog maar regularisaties krijgen op basis van inkomsten voor de invalidator van een pensioen. Voilà, ik ben er door, dus een heel stuk. Ik ga even kijken in de chat of dat er vragen zijn binnengekomen. Ik ga even zien of er vragen zijn binnengekomen. Ik heb gezien dat er één vraag is binnengekomen, of kort, het gaat over het minimumpensioen. Dus minimumpensioen, die bedragen, die 1325, dat is voor 45/45. Hè. Dus ik denk dat die slides ook al een antwoord heeft gegeven op die vraag. Hè. Maar als je 40 jaar werd of 42 jaar werd, dan is dat geen 1325 of 1500 euro naar de toekomst toe. Maar dat is altijd in verhouding met je loopbaanbreuk. Dus als je maar 40 jaar hebt gewerkt, heb je 40/45 van het gewaarborgd minimumpensioen. Hè. Stel voor dat ik afsluit en dat ik nu het woord geef aan Niels, die je meer uitleg gaat geven over de boekhoudkundige en administratieve aandachtspunten als je activiteit stopt. Ja, tot straks. Goedenavond iedereen. Ik weet niet of ik hoorbaar ben. Misschien iemand die een seintje kan geven. Ja, ik ben hoorbaar. Oké, en nu ook zichtbaar? Of... De presentatie is zichtbaar, Niels. Ja, ik beide nogthans aangezet. Dat ik niet te zien ben, is misschien iets minder erg dan dat de deelnemers de presentatie niet zouden zien. Dus ik stel voor dat we verder gaan met de presentatie. Goedenavond iedereen, ik ben Van Rijsselberg Niels, scout ondernemen voor SBB Accountants en adviseurs voor Oost-Vlaanderen. Ik ben 32 jaar oud, dus misschien wel een van de jongste personen hier aanwezig. Dus ik ben blij om het deeltje rond stopzetting van een eenmanszaak of een vennootschap, om daar eigenlijk de belangrijkste aandachtspunten naar voren te brengen. Ik ga starten met eigenlijk de gevolgen naar de directe belastingen toe onder de ondernemingsvorm van een eenmanszaak. In het laatste jaar dat je beslist om op pensioen te gaan, dan zijn er eigenlijk stopzettingsmeerwaarden verschuldigd. Dat zijn eigenlijk de meerwaarden die gekoppeld zijn aan eigenlijk de verkoop van je vaste activa. Nu, welke tarieven zijn er daar eigenlijk aan gekoppeld? Daarvoor wordt er eigenlijk een opdeling gemaakt tussen twee scenario's. Dus bij een normale stopzetting op de leeftijd van 60 jaar, is er 10% verschuldigd op je materieel vast actief, 10% op je financieel en op je immaterieel vast actief, dat is een beetje een speciaalke. Daar is 10% als de lager zijt dan de 4x4 regel. Dus dat wil zeggen, je inkomsten van je laatste 4 jaar gecumuleerd zijn lager dan je stopzettingsmeerwaarde, dan zijn die belast aan 10%. Zijn die hoger, dan worden die aan het progressieve tarief belast. Stopt op een ander tijdstip, dan zie je dat eigenlijk die percentages toch al direct een stuk hoger liggen. Nu, die stopzettingsmeerwaarden, hoe kunnen we die ontlopen, of toch tijdelijk? Dat is eigenlijk om de zaak over te dragen aan een van uw erfgenamen in rechte lijn. Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn eigenlijk uw ascendenten en descendenten, of uw een echtgenoot. Nu, uw schoonzoon of uw schoondochter, die zijn echter uitgesloten. Dus eigenlijk de keuze ligt bij de overlater wat hij eigenlijk van dit systeem gebruik maakt. Dat noemt het voortzettingsstelsel. Misschien even een voorbeeld gieten. Stel, Bart gaat op pensioen en laat zijn zaak over aan zijn dochter Isabel. En hij opteert voor het voortzettingsstelsel. Ja, dan is er eigenlijk voor de overlater, dus voor Bart, is er eigenlijk een volledige en definitieve vrijstelling op de stopzettingsmeerwaarde. En voor eigenlijk Isabel, die gaat eigenlijk met de zaak verder, of er eigenlijk niets gebeurd is. Nu kiest Bart om
niet te kiezen voor het voorzettingsstelsel, ja, dan gaan er eigenlijk wel direct die stopzettingsmeerwaarden belastbaar worden. En echter ook de herbelegde meerwaarden of gespreide belasting, die zijn ook ineens belastbaar. Wat bedoelen we daarmee? In het verleden konden we ervoor kiezen als de investeringen verkocht en er was een meerwaarde aangekoppeld, maar je deed datzelfde jaar een heel aantal investeringen, dan konden we dat eigenlijk laten gespreid belast worden over de jaren heen. Je kiest dus om niet voor dat voortzettingsstelsel te gaan, dan zal eigenlijk het cumul ineens belastbaar worden. Voor de overnemer heeft dat eigenlijk ook wel consequenties in dat opzicht, en dan vind ik de belangrijkste, dat er eigenlijk ook geen overdracht is van investeringsaftrek. Zeker door COVID wordt investeringsaftrek enorm geboost. Is van 8% naar 25% gegaan. Wat toch wil zeggen, op investeringen van 100.000 euro is dat 25.000 euro aan belastingen die je niet moet gaan betalen. Hoe zit dat dan in een vennootschap? Ja, dat is eigenlijk heel anders. Hè, want je bent bestuurder in die vennootschap. De vennootschap is een aparte rechtspersoonlijkheid. Dus dat wil zeggen, op het moment dat je daar opteert voor je zaak over te laten en via share deal, dan verkoopt eigenlijk je aandeel. Dus wat gebeurt er? Maar je actief, dat blijft perfect van de vennootschap. Je laat je aandelen over aan een eventuele overnemer en gaat eigenlijk geen belastingen daar gaan op betalen. Wel met op voorwaarde dat we spreken over een normaal beheer van het privévermogen. Wat bedoel ik daarmee? Als je aandelen op minder dan een jaar toch verkoopt, ja, dan zijn er wel belastingen aan gekoppeld. Dus het gaat wel effectief over een vennootschap die al, waar je 30 jaar of minder zelf bestuurder in bent, maar dat je dan toch beslist om de aandelen te gaan overlaten. Nu besliste om een deel van je handelsfonds te verkopen, dan wordt er geen... dan had je geen belastingen betalen op de verkoopprijs, maar wel op de meerwaarde die wordt gecreëerd. Dus in de beginfase, als je investeringen aankoopt, dan schrijf je die elk jaar af. En eigenlijk op het moment dat je daar een verkoopprijs tegenover staat, dan worden eigenlijk die meerwaarden belast. Wat bedoel ik daarmee? Wordt eigenlijk voornamelijk belast aan de huidige tarief in de vennootschapsbelasting. Dat fluctueert al een keer in België, maar op dit ogenblik is dat eigenlijk 25% van toepassing. Op een normale inkomen in die zin. Je kunt ook kiezen voor de verlaagde vennootschapsbelasting. Wat wil zeggen, als je een loon hebt van 45.000 euro die je uitkeert, dan kun je verlaagde belastingtarief daarop betalen, dat is 20%. Of is je loon hoger dan je gerealiseerde winst, dan maak je ook gebruik van die 20%. Die 20% is echter enkel van toepassing op je eerste schijf van 100.000 euro. Nu, op dat moment heb je enkel nog maar vennootschapsbelasting betaald. Dus dat wil zeggen, belastbaar tijdstip op dat jaar zelf, wil je dan dat geld die je oppot in je inbreng, want we spreken niet meer over kapitaal, die bij je reserves staan, wil je die echter naar je privé gaan halen? Ja, dan zijn er eigenlijk heel veel verschillende mogelijkheden. Er zijn heel veel verschillende soorten belastingen die je daar kunt op betalen. Dat noemt de roerende voorheffing. Heb je geen gebruik gemaakt van de liquidatiereserve of van de VVPR-bus, dan gaat eigenlijk 30% roerende voorheffing gaan zijn dat je gaat betalen. Maak je er wel gebruik van de liquidatiereserve, dan is het eigenlijk afhankelijk op welk tijdstip dat eigenlijk die liquidatiereserves hebt aangelegd en op welk tijdstip dat je het dan verkoopt. Echter, besliste om gebruik te maken, en dat is wel een interessante, of de meest interessante, van de liquidatiereserve, dat gaat eigenlijk bovenop je 25%, gaat eigenlijk daar bovenop 10% extra vennootschapsbelasting betalen in het jaar zelf, maar beslist om je zaak volledig te gaan stopzetten, dan moet je geen roerende voorheffingen meer gaan betalen. Dus dan zijn je eigenlijk volledig vrijgesteld. En dat is eigenlijk het interessantste, die 0% die daaraan gekoppeld zit. Ja, dus eigenlijk hier dan ik even verduidelijkt, op het moment dat je daarvoor kiest, ja, zijn eigenlijk, is het voornamelijk die roerende voorheffing die daar gaat inspelen. Naast het luik directe belastingen, dus bekeken bij uw personenbelasting,
En we hebben nu al het stuk van uw vennootschapsbelasting ook bekeken. We hebben ook nog een aantal btw-verplichtingen. Daarin is het belangrijk om een formulier 604c te gaan indienen. Nu, allee, dat gaat een accountant natuurlijk voor u doen. En daar gaat eigenlijk in bekeken worden van, zijn er in het verleden een aantal investeringen geweest waar we een btw op afgetrokken hebben en waar we eigenlijk door nu te verkopen, dat eigenlijk een deel van die btw te veel hebt afgetrokken. En dan moet je eigenlijk in je laatste btw-aangifte moet je dat gaan rechtzetten. Nu, kunnen dat ontlopen of kunnen daar eigenlijk een uitweg aan vinden? Je kunt eigenlijk ook je zaak gaan overlaten door gebruik te maken van artikel 11. Dan worden eigenlijk al je vaste activa worden eigenlijk aan 0% btw overlaten aan uw derde of familie. Dat was eigenlijk voordat ik daarnet naartoe ging. Verkoopt u uw vaste activa, ik zeg nu maar iets, hebt een machine aangekocht van 100.000 euro. Ik heb daar 21.000 euro btw op afgetrokken om in makkelijke cijfers te gaan rekenen. En verkoop het gestopt na 2-3 jaar, dan hadden we eigenlijk een stuk moeten terugstorten. Dus eigenlijk in dit voorbeeld, uw machine 10.000 euro, daar heb je 2.100 euro btw op gerecupereerd. En op het moment dat je die machine hebt aangekocht en die btw-aangifte, beslist het dan na een x-aantal jaar om dat te gaan verkopen, dan wordt eigenlijk die berekening gemaakt aan rato van die breuk. Dus in dit geval 3/5 is 1260 euro, die wordt terugbetaald naar de schatkist. Dat moet je opnemen in je vak 61. Naast enkele zaken die belangrijk zijn voor uw directe belastingen en uw btw, zijn er natuurlijk ook andere formaliteiten die nog moeten voldaan worden. Ik denk aan het stopzetting van uw KBO-nummer, uw sociaal statuut, eventueel milieuvergunning die moet herbekeken worden en ook uw stopzetting naar het FAVV. Tot slot. Ja, het zijn toch wel heel wat stappen die er komen bij kijken. Dus als je beslist om je zaak te gaan stopzetten, dan is inderdaad, gelijk dat Joachim daarnet zei, een samenwerking met je accountant wel heel belangrijk daarin om alles helder met elkaar te gaan overlopen. Waarom? Het wil niet zijn omdat je zaak stopzet, dat trekt de cause af. Dus er kunnen nog altijd controles ook komen op de laatste ingediende aangiftes die gebeurd zijn. Nu, ik werk voor SBB. SBB is eigenlijk voornamelijk gelegen, allee, heel decentraliseerd. We hebben 30 kantoren over heel Vlaanderen. Op dit moment werken we mee zelf 550 mensen, maar het staat nog 67 vacatures open, dus als iemand onder de aanwezige iemand kent die ons team wilt komen versterken, of mag die zeker die contactgegevens naar voren schuiven. Waarom we enorm ook op inzetten, zijn onze starters. En onze sterkte, vind ik, binnen SBW, is dat we één kenniscentrum hebben. Dat zijn eigenlijk in Leuven zelf hebben we juristen die gespecialiseerd zijn in vennootschapsrecht, vennootschapsbelasting, personenbelasting. Ze hebben geen eigen dossiers, maar ze gaan eigenlijk per dossier gaan bekijken en eigenlijk ook lesgeven naar ons over alle laatste nieuwe materie die beschikbaar is. Ja, nog even onze diensten misschien. Het is niet enkel de boekhouding die we voor ons rekening nemen. We geven eigenlijk ook achter fiscaal advies. We hebben eigenlijk ook milieuadviseurs onder ons team. Per regio hebben we een milieuadviseur voor uw milieuaangifte. Dat is wel een interessante. We hebben ook mensen, juristen, die gespecialiseerd zijn in successieplanning. Dus die voornamelijk voor uw situatie alles in orde kunnen gaan brengen. En ook naar zakelijk juridisch advies. Wat bedoel ik daarmee? De contracten die moeten opgesteld worden. Ons beroep verandert van cijferaar naar ondernemerscoach. In die zin, vroeger waren heel veel documenten gewoon in de mop aangebracht. Ondertussen werken wij volledig digitaal, waardoor dat je zou denken dat ons job minder interessant is geworden, maar het geeft ons gewoon de ruimte om meer naar de cijfers
sneller op de cijfers te kunnen kijken en eigenlijk meer advies eromtrent te gaan geven. Voilà, dan ben ik eigenlijk aan het einde van de presentatie gekomen. Ik heb mij niet gezien, dus vandaar eigenlijk op het einde toch nog een foto. Zijn er bepaalde vragen? Ja, stuur gerust een mailje daaromtrent. Ik weet niet wat er nog zaken zijn die in de chat staan. Ik zie één vraag staan, plus 10% van uw pensioenbedrag. Ja, ik weet niet. Ik zie voor de rest eigenlijk geen... Allee, ik zie er zelf niets in een chat staan. Dus ik weet niet of er nog iemand een afsluitingswoord wil zeggen. Ja, dus dank u wel, Niels, voor het inzetting. Het was zeer interessant. Dus zoals gezegd in de inleiding, als jullie vragen hebben, kunnen jullie ze altijd naar ons bezorgen. Dan hebben we achteraf altijd per mail een antwoord versturen. De rest mij enkel nog jullie... te bedanken voor deze opleiding en misschien tot een volgende infosessie. Ja, bedankt.